Berserker. Ja, die gaat ook niks kunnen doen, man. Ik begin echt medelijden te krijgen met de Pokémon van Chairman Rose. Het begint gewoon een beetje zielig te worden. Yo, Nintendo fans. Welkom bij alweer aflevering 20 van de Baby Pokémon Only Challenge. We spelen Pokémon Sword. We zijn bij de kampioenschappen. En we moeten tegen Raihan. Daar is hij weer, jongen. Deze gast gaat het mij sowieso heel moeilijk maken. Toch wel de beste trainer in deze game. Na Leon. Ik denk dat dit een probleem gaat worden. Omdat ik ook nog steeds niet echt goede counters heb voor hem. Daar is hij. Raihan. Begin met Torkoal. En dat wist ik, want ik heb me voorbereid. En ik begin met Mantyke. Het probleem is alleen Torkoal. Ja, die kent Solar Beam. Dus ja, dat is toch wel een probleem. En hierdoor, door de sunlight, kan hij gewoon elke beurt Solar Beam gaan gebruiken. Ik ga proberen hem te Hydro Pumpen en hem snel voor te zijn, maar ik mis mijn aanval. En dat is gelijk het grootste probleem. Dat is het grootste probleem van Solar Beam. Ik bedoel van Hydro Pump. Ja, Solar Beam heeft geen probleem. Ja, dit is het. Nu gaat Mantyke kapot. Nou, het valt nog mee. Omdat ik natuurlijk ook een Flying Type ben. Dat is dan toch wel weer positief. Dat is positief. Ik had verwacht natuurlijk dat het me meer pijn zou gaan doen. Maar het valt mee. Ja, en ik had ook gewoon Bubble Beam kunnen gebruiken, denk ik. Toch jammer. Twee keer Bubble Beam was hij toch kapot geweest. En ja, zie je? Hij kan nu dus elke beurt Solar Beam gebruiken. Daar gaat hij nog een keer. Ja, oké. Okay. Dan ga ik nu wel Bubble Beam gebruiken, zodat ik hem niet mis. Dan is Torkoal in ieder geval weg. Dan staat het 1-0. Lekker. Oké, okay. Wie gaat hij er als tweede uitsturen? Dat is Goodra. En Goodra is ook een vervelende. Goodra kent namelijk Thunder, Surf en Muddy Water. Dus Mantyke kan ik niet gebruiken, want die wordt kapot gedonderd. Elekid kan ik niet gebruiken, want die wordt geraakt door Muddy Water. En Magby kan ik niet gebruiken, want die wordt geraakt door Surf. Ik ga denk ik proberen Riolu hiervoor in te zetten. Hopelijk overleeft Riolu het een beetje. Oké, Goodra. Let's do this. Let's dance. Ik begin met Brick Break, om maar gewoon eens even te kijken of ik sneller ben. Dat ben ik. Wat doet dit? Oeh, net niet de helft. Hij doet de regendans. Ja. Zijn surf attack wordt hierdoor sterker. Ja, hij focust zich echt volledig op het weer hier zo. Ik hoop een beetje op een critical hit, maar ik verwacht het niet met Brick Break. Ik denk dat hij het net overleeft. Ja, 1 HP en dan gaat hij surfen. Ja, dit is toch jammer. Dit gaat best wel pijn doen. Oeh, ik overleef het gelukkig wel. En dan kunnen we Goodra ook kapot maken. En dan staat het 2-0. Alleen ik denk wel dat mijn Riolu niet heel bruikbaar meer is deze battle. Dan nu, Turtonator. Oké, we gaan weer switchen naar Mantyke. Want ik dacht dat hij geen super effective moves heeft op mijn Mantyke. Dus hopelijk kunnen we dit ook fixen. Dit lijkt wel iets beter te doen dan de duo battles in zijn gym. Het is nu gewoon 1 tegen 1. Is not very effective. Maar natuurlijk, water moves zijn wel boosted nu. Dus dat is wel lekker. En nu doet hij Sunny Day. Ja, kijk, hij wil toch de zon weer laten schijnen. Hij denkt, dat gaat me niet nog een keer overkomen dat jij mij zo hard raakt. Ja, omdat hij dus ook een dragon type is, zijn mijn water moves niet super effective. En omdat hij dus een vuurtype Pokémon is, kan ik ook geen Icy Wind gebruiken. Nou ja, het kan wel. Maar het is ook niet super effective. Oké, hij doet nu die Shell Trap ding. Daarmee damage ik dan mezelf ook? Of wat was het ook weer? Dat was volgens mij als ik een physical attack doe, dan raak ik mezelf. Maar dit is geen physical attack. Dus dat is lekker. Kijk, hij gaat weer voor de shell trap. Maar ik mis hem. Ja, dan mist hij mij ook. En hij blijft lekker shell trappen. Ja, ik vind het prima hoor. Op deze manier ga ik hem gewoon rustig aan verslaan. Ik vind het helemaal niet zo erg. Kijk of Icy Wind meer damage doet. Doet wel iets meer damage inderdaad dan mijn Bubble Beam op dit moment. Helemaal prima, jongen. Helemaal prima. Ga maar lekker door zo. Heb je niks anders of zo? Waarom doe je niks anders? Raihan, wat is er gebeurd met jou, jongen? Kan je alleen duo battles doen? Snap je het leven niet meer of zo? Turtonator is ook gewoon weg, jongen. Heel rustig aan. Gewoon met Baby Mantyke. Lekker. Die ook weer wat HP erbij krijgt. Tegen wie moeten we nu dan? Nu moeten we tegen Flygon. En dan ga ik weer niet switchen. Oh, yo, Mantyke, jongen. Mantyke doet heel deze battle, joh. Wat een gek. Want met Mantyke kan ik natuurlijk ook weer die Icy Wind doen, die dan super effective is. Oké, hij gaat voor Sandstorm. Beetje jammer. Beetje irritant dat je elke keer zulke moves doet die het weer beïnvloeden. Maar ik ben ready, jongen. Ik ben ready voor Raihan. Ik heb me goed voorbereid. Ik heb me goed ingelezen. En het gaat eigenlijk prima. Lekker dit. Nog één keer Icy Wind en Flygon is ook weg. Holy mo... Oh, nee, ik mis. Oké. Nu doet hij Dragon Claw.
Ja, dat doet wel pijn. Ik word ook geraakt door de sandstorm. Zo zie je maar, jongens. Nooit te vroeg juichen. Nooit te vroeg juichen. Nooit denken dat je hem al binnen hebt als je nog niet klaar bent met de battle. Maar nu wel. Nu is Flygon weg. Dan moeten we alleen nog tegen zijn laatste Pokémon. Lekker! Munchlax gaat naar leveltje 64. Die heeft eigenlijk tijdens de kampioenschappen nog helemaal niks gedaan. En ik moet nu tegen Duraludon. Ja, jullie weten allemaal wat er met Duraludon gebeurde toen ik de vorige keer Magby inzette. Let's go, Magby! Je realiseert je wel dat ik de grote Raijan ben, toch? Zegt hij. Ja, jongen, ja. Maar ik had de vorige keer meer moeite met je vriend. Het lijkt nu wat makkelijker te gaan. Ik ga Dynamaxen. Max Flare erop gooien. En dan gaan we zien wat er gebeurt met Duraludon. Magby! Oké, Raijan, let's go. Daar is je Trump Tower, jongen. Oké, Magby. Let's go. Jouw tijd om te shinen. Let's go, Max Flare er bovenop. Ja, net niet in één keer. Maar de zandstorm is wel weg, dus dat is lekker. Hij gaat voor Max Rockfall. Auw. Oké, lekker, Magby. Je overleeft het. Ja, oh, daar is de sandstorm weer. Ja, tuurlijk, joh. Ik heb net die sandstorm weggehaald. Jongens, dit is het. Max Flare, we hebben Raijan ook verslagen. Voor de tweede keer. Het staat nu 2-1 voor ons. Want Raijan heeft ons eerlijk is eerlijk ook gewoon een keer genakt. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar nu is het klaar, jongen. Lekker. En zo staan we gewoon in de finale van de finale. Snap je hem? We kijken naar het logo. We denken, dit is ons moment. Hop en Inteleon zijn er ook om ons nog even succes te wensen. Hij weet niet per se voor wie die is. Voor zijn broer of voor zijn beste maat. We betreden het veld. Want we zijn er klaar voor. Voor de battle tegen Leon. Daar staat hij. In de verte. En in close-up. Maar dan gaat het fout. Maar Chairman Rose denkt. Ja, hallo. Maar ik ben de coolste dude hier in deze regio. Ik ben de man hier zo. Ik ga even mijn eigen plannetje doen. Ik breng de donkerste dag terug naar Galar. Daar gaan we. Ik laat alles ontploffen. Dat is niet best, jongen. Dat is niet best. En we moeten terug naar de Slumbering Belt. Want we moeten daar natuurlijk het schildje en het zwaardje gaan pakken. Maar eerst staat hier een epische bloedbulk op mij te wachten. Ik ga je niet eens verslaan, jongen. Blijf jij maar lekker chillen hier zo. En daar is die, jongen. Daar zijn ze allebei. Zacian. Zemazenta. Blijven vette Pokémon, man. Echt, daar liggen ze. Het zwaard en het schild. Beide zijn wel aardig kapot, maar we nemen ze mee. En zo zijn we in één keer weer terug in Hammerlock, waar we Lee moeten gaan helpen. Oleana staat een partij zenuwachtig te doen hier voor de lift. Nu ziet ze in dat Chairman Rose niet goed bezig is, eindelijk. En hier is die helemaal losgegaan, die gekke Chairman Rose. Gast, kom hier. Met je bakkes. Jij bent helemaal gestoord geworden. Je hebt Eternatus laten ontsnappen. En dat moet bestraft worden, jongeman. Oh, en de vraag van de dag is trouwens... Wie is de tofste Pokémon van Chairman Rose? Macrocosmosus Rose heet hij officieel. Gooit Escavalier. Jongen, ik heb Super Magby. Super Magby, let's go! Gebruik 1,5 flamethrowers. Dag Escavalier. Ja, dit is easy. Lekker. Hij is level 55. De Pokémon, de tegenstanders worden al iets sterker. Escavalier kan niks beginnen tegen ons. Dan nu Klinkklang. Ja, die kan ook niks beginnen tegen ons. Met je Steel-type Pokémon. Lekker muziekje dit, hè? Oké, ik ga maar geen operazanger worden, denk ik. Dat is niet... Nee, daar ben ik niet voor opgeleid, jongens. Ik blijf wel gewoon YouTube-video's maken, oké. Klinkklang is kapot. Ferrothorn. Jongen, heb je niet even een ander trucje? Mijn Magby, jongen. Ah, ooit ga ik je evolueren in Magmortar. Als deze challenge is afgelopen... Dan ga ik jou evolueren. En dan kom jij in mijn main game. Want man, deze gast sloopt iedereen helemaal kapot. Berserker. Ja, die gaat ook niks kunnen doen, man. Die gaat... Ik begin echt medelijden te krijgen met de Pokémon van Chairman Rose. Het begint gewoon een beetje zielig te worden. Dan ben jij een soort van de ultieme baas van de Galar-regio. Dan heb ik allemaal vette Pokémon. En dan komt er een Magby binnenlopen. En die Magby denkt, ja, allemaal leuk. Allemaal leuk en aardig dat jij heel de wereld kapot maakt. Maar ik maak jou gewoon even kapot. Copperajah. Als jij niet gaat Dynamaxen, dan maak jij kans tegen mij. Maar ja, jij gaat sowieso Dynamaxen. Dus weet je wat? Dan doe ik dat ook. Heerlijk dit.
Hatsukidee. I'll show you your move, then he'll hit you so hard, you bloody blue blee bla. Jij wel, jongen. Jij wel. Daar komt ie. G-Max Copperadia. Nou, laten we kijken of die wel een klap kan overleven. Ik ben wel sneller. Max Flair, let's go op Copperadia. Oeh, hij overleeft een klap. Ze kunnen toch nog iets doen, jongens. We geven Chairman Rose nog één klein kansje om mij aan te raken. Oh, met Max Quake. Oké. Sorry, ik heb niks gezegd. Oké, ik overleef wel. Maar ja, jongen. Dan is het toch echt einde verhaal, hoor. Ik kan mijn Magby is ook level 69 en ik kan er niks aan doen om het langzaam te laten gaan. Ja, ik kan hem uit mijn team halen even, maar ja, dat doe je natuurlijk ook niet. Wanneer een gevecht met Ryan moeilijker is dan die tegen Chairman Rose. Dat is zojuist gebeurd. Ja, jongen, oké, Eternatus wel vrij laten, maar jij bent nu gewoon klaar. Bedankt voor je applaus. Maar nu moeten we dus Chairman Rose nog gaan stoppen. En hij zegt, ja, sorry dat ik de hele gym challenge heb geruineerd. Ja, sorry, dit en dat. Nog een keer sorry, 1000 keer sorry. Maar ja, weet je, dan moet je even van tevoren nadenken. Zodat je niet achteraf sorry hoeft te zeggen. Gewoon van tevoren bedenken van, is dit een goed idee? Denk je, nee, dit is geen goed idee? Dan stop je ermee, oké? Dat is mijn tip van de dag. In de volgende aflevering gaan wij Eternatus slopen. En gaan we kijken of we dan toch echt die Pokémon kampioen kunnen worden. En waarschijnlijk wordt dat dus de laatste video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!